Focus hier en leuk dat je kijkt naar de nieuwe aflevering van Crypto Deze Week in samenwerking met Coinverse. Deze week zijn er 7 spot Bitcoin ETF's aanvragen door de SEC uitgesteld. Maar een voormalig voorzitter van de SEC heeft aangegeven dat het een kwestie van tijd is voordat er zo'n spot Bitcoin ETF er doorheen komt. Dus dat kan wel behoorlijke gevolgen hebben. Daar wil ik het eventjes over hebben, dus laten we snel beginnen met de video. Deze week werd bekend dat er 7 verschillende aanvragen zijn uitgesteld. En je ziet hier inderdaad allemaal de namen voorbij komen. BlackRock, WisdomTree, etc. Nou, ik ga ze niet allemaal opnoemen. Maar het mag duidelijk zijn dat de SEC gewoon heeft besloten. We zullen alles uitstellen en we zien het over 45 dagen weer. Dus dan is het weer inderdaad een moment dat de SEC mogelijk een besluit zal nemen. Op dat moment is er ook nog steeds de mogelijkheid om die beslissing uit te stellen. Ze zitten dus echt nergens aan vast. Pas eind februari, begin maart 2024 hebben we een definitief antwoord. Natuurlijk, het kan al eerder zijn, maar zoals ik al vaker heb aangegeven in Crypto Deze Week, ga ik er een beetje vanuit dat de SEC het blijft uitstellen totdat ze eigenlijk niet meer kunnen uitstellen en dat ze dus echt definitief een antwoord moeten geven. En dat er dus 7 aanvragen nou niet zijn geweigerd, maar ook niet zijn goedgekeurd, kon je wel direct weer terugzien op de Bitcoin chart. Want als we inderdaad die chart er even bij pakken, en we zoomen in eventjes op afgelopen week, mag het natuurlijk duidelijk zijn dat het in één keer heel erg hard is gegaan. Want we zaten namelijk in de fase van dat we inderdaad een beetje omhoog, een beetje omlaag, een beetje omhoog, een beetje omlaag, etc. Vervolgens hadden we natuurlijk op dinsdag 29 augustus een gigantische candle, namelijk 6%. En dat gebeurde eigenlijk in een uurtje tijd. En dat gebeurde omdat Grayscale de rechtszaak heeft gewonnen tegen de SEC, waardoor de SEC opnieuw de aanvraag moet behandelen. Dat heb ik natuurlijk al behandeld in de video van woensdag of donderdag die online is gekomen. Dus dat was heel erg positief, omdat je dan denkt, oké, de rechter heeft duidelijk aangegeven, de weigering van deze spot ETF slaat nergens op, ze kunnen geen verklaring afgeven, het is pure willekeur, ze hebben geen gelijke behandeling. Dus dat was allemaal heel erg positief. Maar vervolgens 2 dagen later, op de donderdag, werd bekend dus dat al die spot Bitcoin ETF aanvragen door de SEC zijn uitgesteld met minimaal 45 dagen en werd vervolgens eigenlijk het positieve nieuws van de dinsdag eigenlijk weer overweldigd door het negatieve nieuws op de donderdag. En dat verbaasde me wel. Kijk, die rechtszaak, dat kon inderdaad allebei de kanten nog op. Het is heel erg moeilijk om vooraf in te schatten van wat kunnen we daarvan verwachten. Dus dat de Bitcoinmarkt een behoorlijke stijging meemaakte toen het positief uitpakte voor mogelijk een spot Bitcoin ETF in de komende paar maanden, is natuurlijk niet zo gek, want ja, voor heel veel mensen was het toch een beetje 50-50. Maar het verbaast me dan toch dat zoveel mensen ze er eigenlijk nu al rekening mee hielden van, nou, als er nu geen spot Bitcoin ETF wordt goedgekeurd, dan gaat het nooit goedgekeurd worden. Ik hield er eigenlijk al rekening mee dat het uitgesteld zou worden. Dat heb ik ook al meerdere keren aangegeven van, het zal me echt verbazen als ze heel snel een definitief antwoord hebben. En ik ga er eigenlijk al een beetje vanuit dat we moeten wachten tot eind februari of misschien zelfs begin maart. Ligt er een beetje aan wanneer die datum precies valt. Maar het lijkt er dus op dat heel veel crypto-investeerders misschien al rekening hadden gehouden van, nou, op donderdag gaat het inderdaad plaatsvinden. En nou, toen was er dus een daling van iets meer dan 5%. Als we vervolgens ook even kijken naar de weekly chart en we pakken de 200 weekly moving average erbij, mag het duidelijk zijn dat we deze week, en dat was vooral op de dinsdag, er weer doorheen schoten. Want dat was heel positief, want natuurlijk een tijdje geleden, halverwege augustus, hadden we een weekly candle van min 11% zo'n beetje. Toen schoten we natuurlijk onder die 200 weekly moving average. Dan wil je zo snel mogelijk er weer boven kruipen, zoals we eigenlijk ook hebben gezien halverwege juni. We zakten eronder, vervolgens een gigantische candle van bijna 16% en vervolgens helaas natuurlijk dat we weer langzaam verkoopdruk meemaakten en we zakten er weer onder. Dus het goede nieuws van dinsdag was hartstikke positief. Ik hoop er ook een beetje op dat deze week afgesloten kon worden boven de 200 weekly moving average, want dat zou gewoon een sterk signaal zijn voor de komende weken / maanden. Maar vervolgens dus op de donderdag werd dat allemaal weer ingeleverd en op dit moment is er dus ook alweer een stijging nodig, want we staan inderdaad onder de $26.000 als we nu weer doortrekken van wat is
er op dit moment nodig, heb je toch wel over een stijging van zo'n 7%, want de 200 weekly moving average staat op dit moment op $27.593 en we zitten natuurlijk net onder de $26.000. Maar het uitstel vanuit de SSI voor die 7 Bitcoin spot ETF aanvragen hoeft natuurlijk niet alles bepalend te zijn. Voor ik daar verder op inga, mocht je op zoek zijn naar een platform om crypto te kopen, ik maak gebruik van CoinMush voor mijn Bitcoin en altcoins en op dit moment loopt er een speciale actie via de link in de beschrijving. Want als je reageert via de link en je plaatst een order van minimaal €100, krijg je €10 een gratis Bitcoin. Dat is natuurlijk altijd mooi meegenomen, dus in de beschrijving staat het linkje. Reageer via het linkje, maak je gebruik van de actie. Daarbovenop steun je ook nog eens het kanaal, want ik krijg een vergoeding voor deze samenwerking. Kost jou niks extra's, maar kan ik dit soort video's wel blijven maken en zou ik natuurlijk altijd waarderen. Goed, laten we verder gaan met de Bitcoin Spot ETF aanvragen. En een voormalig voorzitter van de SEC heeft eigenlijk al aangegeven dat ze er niet meer omheen kunnen. En dat komt natuurlijk niet van zomaar iemand, want dat was namelijk, ik ben even zijn naam helemaal kwijt, Clayton, die was van 2017 tot 2020, was hij voorzitter van de SEC, dus het is niet zomaar iemand. En die gaat er dus vanuit dat het onvermijdbaar is. En dat is natuurlijk wel positief nieuws. Kijk, er zijn natuurlijk heel veel verschillende analisten, er zijn heel veel mensen die erover schrijven, video's over maken, et cetera. Die hebben natuurlijk allemaal een eigen mening. Als je echt zo'n aanvraag induikt, ja, dan moet je eigenlijk een jurist zijn om dat allemaal te begrijpen, et cetera. En Clayton is natuurlijk niet voor niks voorzitter geweest van de SEC, dus die weet precies hoe dat spelletje werkt. En als hij dan aangeeft dat het onvermijdbaar is, geeft mij gewoon heel veel vertrouwen dat zo'n Bitcoin Spot ETF er gewoon aan zit te komen. Ik ga er al een beetje vanuit dat het eraan zit te komen, al moet je natuurlijk nooit een scenario negeren wat slecht kan uitpakken, dat bijvoorbeeld begin maart een definitief nee krijgen vanuit de SEC, daar moet je altijd rekening mee houden. Maar ik was dus al positief gestemd over een mogelijk ja-woord vanuit de SEC en dat dus een voormalig voorzitter van de SEC er ook zo positief over is, ja, dat maakt mijn gevoel alleen nog maar sterker. En dat gaat dan nog wel een tijdje duren, maar het zal me alsnog verbazen als we bijvoorbeeld over 45 dagen een definitief antwoord krijgen. Op dat moment ga ik er weer vanuit dat het wordt uitgesteld. Ik vraag me dan ook wel af of we inderdaad net zoals afgelopen week dan ook zo'n sterke reactie zien op de cryptomarkt, of beter gezegd op de bitcoinmarkt. Het zal mij echt verbazen, want ik denk toch dat iedereen er een beetje vanuit kan gaan dat het nog wel een tijdje gaat duren. Maar dat had ik ook verkeerd ingeschat voor deze deadline. Dus het is inderdaad gewoon nog een tijdje wachten. We zitten in september, zoals ik al zei, februari of maart kunnen we een definitief antwoord krijgen vanuit de SEC. En ik ga er inderdaad een beetje vanuit dat als we weer een uitstel krijgen over 45 dagen, dat we weer zo'n daling meemaken op de daily van zo'n 5%. Je ziet dus dat heel veel beleggers binnen de Bitcoin-markt gewoon echt kijken naar zo'n Bitcoin Spot ETF. De halving, dat zet er natuurlijk aan te komen, dat zal april, mei zijn. Heel veel beleggers die weten dat al, ze hebben dat misschien al in de prijs verwerkt, al is dat natuurlijk wel lastig, want het is nog 6, 7 maanden verder. Maar zo'n Bitcoin Spot ETF, ik denk dat dat nog bepalender gaat zijn. En het is natuurlijk nu heel erg lastig in te schatten van, nou, het is 80% kans dat dit gebeurt, of 20% kans dat dat gebeurt. Het is puur dus een beetje je eigen overtuiging. Daarom dat ik ook de komende maanden hier druk mee bezig zal zijn, want ik ga er gewoon vanuit dat zo'n Bitcoin Spot ETF aanvraag voor 2024 cruciaal gaat zijn. Als dat wordt goedgekeurd, dan komen we in, voor mijn gevoel, echt in een fase van een nieuwe bull market. Dus dan kan je er niet omheen dat die aanvraag gewoon heel erg bepalend gaat zijn. Voor nu komen we wel aan het einde van deze aflevering van Crypto Deze Week in samenwerking met CoinMerge. Mocht je vaker van dit soort video's willen zien, vergeet dus zeker niet te abonneren. Ik wil je bedanken voor het kijken en zie je graag terug bij een volgende video. Later.